De EU wil allesomvattend en onbegrensd zijn. Een ever-closing union. Op talloze vlakken ondermijnt Brussel de Nederlandse soevereiniteit en vrijheid. Uit ons verdiepende boek EUSSR, wat u gratis kunt ontvangen, zetten we hier de belangrijkste zaken op een rij. Het eerste punt: de EU wil staatsschulden aangaan en belastingen heffen. Ten nu toe is de EU geheel afhankelijk van wat de lidstaten bijdragen. In Brussel leeft echter de wens dat de gemeenschap zelf belastingen gaat heffen bij de burgers en bij bedrijven. De EU moet dan ook een staatsschuld opbouwen. Dit was een van de voorwaarden die de Franse president Emmanuel Macron stelde aan het Corona Herstelfonds van 2020. De critici zagen hierin het begin van een afwentelen van de Franse staatsschulden op de EU. Opmerkelijk gezien stemde Duitsland, van oudsher toch zeer gekant tegen gemeenschappelijke staatsschuld, hiermee in. De socialist Olaf Scholz, toen minister van Financiën en nu boendeskanselier, sprak van een Hamiltoniaans moment, refererend aan de Amerikaanse minister die in 1790 de staatsschuld van de Verenigde Staten federaliseerde en zo de weg plaveide naar een krachtdadige unie. Financieel economisch neemt de EU al eenzelfde vorm aan. En dat is in het voordeel van de socialistische regeringen van zuidelijke landen, zoals Griekenland, Spanje en Frankrijk. Immers, Europese federalisering brengt onherroepelijk transfers met zich mee. De rekening van hun verkwistende beleid kan zo afgewenteld worden op de financieel gezonde en solide noordelijke landen. Het tweede punt: de EU wil de islamitische massa-immigratie in stand houden. Een pilaar van de EU is het vrije verkeer van personen. Europeanen kunnen, zo werd beloofd bij de invoering, werken en wonen waar ze ook maar willen. Deze vrijheid, gecombineerd met de dikwijls royale sociale voorzieningen. Maakt de EU heel aantrekkelijk voor immigranten. Via smokkelroutes komen ze de poreuze grenzen van Europa binnen. En volgens de Dublin-verordeningen moeten asielzoekers blijven in het land van aankomst. Maar dat is toch onderhand een dode letter. Feiten voert de EU een open grenzenbeleid. En dat wordt ook opgemerkt in het Midden-Oosten en in Afrika. In 2023 kwamen maar liefst 1,1 miljoen asielzoekers Europa binnen. En dat is het hoogste aantal sinds 2015. Het jaar van Angela Merkel's. Wir schaffen das! Wir schaffen das! schaffen 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 De massale instroom wordt verwelkomd door de Europese Commissie, die in plannen spreekt van massa-immigratie als een noodzakelijke vergroening van de vergrijsde Europese bevolking. De Commissie wil zelfs een internetplatform oprichten waar migranten zich kunnen aanmelden. Voor de EU lijkt het helemaal geen probleem dat deze migranten dikwijls geen economisch bruikbare vaardigheden meebrengen. Maar wel de islamitische cultuur meenemen, en die staat op vijandige voet met de traditionele christelijke cultuur van ons continent. Al met al ziet de EU massenimmigratie niet als een probleem om op te lossen, maar als een gelegenheid om meer Brusselse bevoegdheden af te dwingen. Het derde punt: de EU wil landen als Polen en Hongarije onderhorig maken. Politici. Die in sovjet collaboreerden met het communisme, gebruikten de EU om hun reputatie wit te wassen. Politici die destijds dissident waren en nu willen afrekenen met het communisme, door bijvoorbeeld in Polen de rechterlijke macht te zuiveren van communistische ideologen, krijgen de wind van voren van Brussel. Landen die niet in de pas lopen, met het bij Eurocraten dominante linksliberalisme, komen onder een vergrootglas. Hongarije werd bijvoorbeeld lastiggevallen door de EU toen het kinderen per wet beschermde tegen de LHBT-propaganda. Met de dreiging van straffen en onttrekken van subsidies, die vooral in Oost-Europa heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de economie en de infrastructuur. En op die manier wordt soft regime change afgedwongen. Angstig gemaakte burgers stemmen dan maar op eurofiele politici. Het vierde punt. De EU. Wil de modale burger de auto uitpesten? In 2035 doet de EU de gewone verbrandingsmotor in de ban. Anders gezegd, elektrisch rijden wordt verplicht. Opmerkelijk genoeg is dit staaltje EU-klimaatsocialisme bedacht door onze eigen liberale VVD, ooit toch de partij met de reputatie als verdediger van het autorijden. Carlos Tavares, CEO van het autoconcern Stellantis, waaronder meer de merken Opel, Peugeot en Fiat ondervallen, luidt in een gesprek met de Telegraaf de noodklok. Ik citeer. Deze idiote maatregelen zijn voorgesteld door politici die zouden moeten opkomen voor hun kiezers. Door de EU-regels wordt het autorijden voor de gewone man onbetaalbaar. En dat speelt nu al. Een Volkswagen Polo die je in 2017 nog voor 15.550 euro kon krijgen, die zou nu 32.000 euro kosten. Door al die strenge Europese milieumaatregelen komt dat. De auto wordt op die manier onverkoopbaar. En zozeer zelfs dat Volkswagen het model Polo van de markt heeft gehaald. De Stellantis-baas Carlos Tavares gelooft overigens niets van het klimaatmotief dat politici hiervoor aanvoeren. Volgens hem is dat alleen maar een stok om de hond mee te slaan. Het lijkt alsof de EU erop uit is om de gewone man of vrouw uit de auto te krijgen. De regels beperken de burgers in hun vrijheid en in de mogelijkheid om te gaan en te staan waar en wanneer zij dat willen. En. Dat moet stoppen, want die vrijheid is een groot goed. Het heeft volgens hem veel minder te maken met klimaatdoelen als met de wens van politici om onze manier van leven te veranderen. We gaan verder met punt nummer 5. De EU wil kinderen indoctrineren met klimaatpropaganda. Klimaatbewegingen voeren steeds te paakmakender acties om aandacht te vestigen op de vermeende klimaatopwarming. Ze bezetten snelwegen, bekladden schilderijen of ze spijbelen van school. Dat laatste. Werd door de media in 2019 gepresenteerd als spontane actie van bezorgde scholieren. Onderzoek van de campagne Cultuur onder vuur wees echter uit dat de organisator de European Youth for Climate Action gefinancierd wordt door de Europese Commissie, middels een slinkse constructie waarbij Brussel vrijwilligers betaalt die ze dan volledig kunnen storten op het mobiliseren van schoolkinderen voor het klimaat. Het Europese Solidariteitskorps, waaruit het European Youth for Climate Action werkt, krijgt alleen al in 2018 tot 2020 maar liefst 340 miljoen euro subsidie van de EU. Naast. Klimaat propageert de EU ook Europese integratie op scholen. Een Europees rapport uit 2022 roept op tot een hernieuwd Europees momentum in het burgeronderwijs. Om de verleiding van misinformatie, extremisme en populistische discoursen te verslaan, zo zeggen ze. Het rapport ondermijnt de soevereiniteit van EU-natiestaten. Zo waarschuwt het Europese parlementariër Christian Tares uit Roemenië. Deze bureaucraten willen kinderen indoctrineren vanaf een vroege leeftijd. Zoals de communisten eens deden. We gaan verder met punt nummer 6. De EU wil onwelgevallige meningen bestrijden. De Europese Commissie roept op om alle beschikbare middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat organisaties die werken tegen gendergelijkheid en vrouwenrechten, inclusieve reproductieve rechten, geen Europese financiering ontvangen. Wie niet de linksliberale mening is toegedaan in zaken abortus, gender en multiculturalisme moet door de EU bestreden worden, zo zeggen ze. De Digitale Service Act, DSA van 2022, verplicht digitale platformen zoals Facebook om hatelijke inhoud te verwijderen met onmiddellijke ingang. De DSA is opzettelijk vaag, zo waarschuwt de Deense waakhond Justitia, wat de deur opent naar verstrekkende, incoherente, multilevel censuurregime die op grote schaal opereert. De DSA geeft de EU ook de macht om in tijden van uitzonderlijke crisis platforms ongewenste content te laten verwijderen. Het soort censuur dat in de coronatijd het publieke debat deed verstommen. En daarmee zijn we gekomen bij punt 7. De EU wil ook graaien in uw pensioenpot. Hoogleraar pensioenrecht, maar ook pensioenfonds ABP die waarschuwen er al jaren voor. De overheveling van Nederlandse pensioengelden bij elkaar 1900 miljard euro naar de EU. Het Nederlandse stelsel, waarbij je spaart voor je eigen pensioen, zou in strijd zijn met de Europese mededingingsregels. De EU-logica is dat Nederland een ongelijk speelveld creëert, met bijvoorbeeld de Fransen, wie het pensioen direct uit belastingopbrengsten gefinancierd wordt als het Europese Hof. In het nadeel van ons Nederland beslist, kunnen onze pensioengelden ingezet worden om begrotingsgaten in de Franse, Italiaanse en Griekse pensioenen op te vullen. Dit is een ernstige inbreuk op het heilig recht op privé-eigendom. En Pieter Omzicht zegt dan ook terecht: de grootste spaarpot van Nederland moet door Nederland gecontroleerd worden en niet door Brussel. Dergelijke controle wordt in de toekomst steeds moeilijker als ons financieel-economisch beleid steeds meer bepaald wordt door Brussel. Denk aan de inflatie die de Europese Centrale Bank aanjaagt om Zuid-Europese economieën overeind te houden. Gecombineerd met het niet indexeren van pensioenen verarmt dit Nederlandse gepensioneerden. Zij zien heel weinig terug van de honderdduizenden euro's die ze tijdens hun werkzame leven afgedragen hebben. Het achtste en ook het laatste punt: de EU wil met de Green Deal klimaatverandering bestrijden. Het rode socialisme. Heeft een metamorfose ondergaan en is nu groene klimaatpolitiek. En die heeft onder leiding van Frans Timmermans gestalte gekregen in de Green Deal. Die streeft naar een economie waar geen netto uitstoot van broeikasgassen is en waar economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. Hiertoe wordt er een emissiehandelssysteem opgezet waarbij bedrijven uitstootrechten moeten kopen. En Brussel wil ook een Eurofiat invoeren, de opmaat naar Europees rekeningrijden. Bedrijven moeten rapportages uitbrengen over de mate waarin zij het milieu vervuilen, wat de deur opent naar naming en shaming door klimaatactivisten. En dit alles is slechts een greep uit het omvangrijke pakket aan maatregelen. Wat de Green Deal helaas extra aantrekkelijk maakt voor de machtsbeluste eurocraten, is de ongrijpbaarheid en de onbegrensdheid van het probleem van klimaatverandering. Het kan op alle terreinen van het maatschappelijk leven toegepast worden: van de rietjes die kinderen krijgen, tot en met de begrotingen. En tot lespakketten en gloeilampen. De vermeende draging is bovendien internationaal. De zeespiegel stijgt overal en de rivieren overstromen, ook buiten onze landsgrenzen. De klimaatverandering vormt de ideale rechtvaardiging voor meer EU-macht. Ik wil u bedanken voor het kijken. Wilt u nog meer verdieping? Bestelt u dan gratis ons boek EUSSR. En dat kunt u doen via de link onder in de beschrijving van deze video. Tot ziens.